Gaan we verder met oefening 3. We gaan terug hetzelfde doen. Ik moet mij afvragen wat ik moet doen. Hoe ga ik dat doen? Hoe los ik vraagstuk op? Lezen, gegevens aanduiden en het gevraagde. Jullie doen dat nu. Druk op pauze en duid het aan. Prima, alles aangeduid, super. Ik moet een vierkant tekenen met dezelfde oppervlakte als de ruit. En de ruit is natuurlijk gegeven. Daarvan kan ik de gegevens afmeten. Volgende stap gaat moeten zijn. Ik moet de oppervlakte van de ruit eerst kunnen bepalen, anders kan ik de oppervlakte van het vierkant daar niet op bepalen. Maar wat was nu weer de oppervlakte van een ruit? Als je dat niet meer weet, moet je op zijn minst proberen te onthouden hoe je het kan vinden. Ik probeer het meestal te vinden door een rechthoek er rond te tekenen. Dat was te snel. Ik ga de rechthoek er rond tekenen. Jullie doen dan natuurlijk iets anders. Voilà, en ik maak die doorzichtig en ik zet hem maar achter. Zo. Zo heb ik de oppervlakte van de rechthoek er rond bepaald. Ik weet dat als ik de oppervlakte van de rechthoek rond bereken, dat ik eigenlijk te veel heb berekend. Want uit deze rechthoek kan ik 2 ruiten halen. Als je goed kijkt, als je die hier terug af zou snijden en naar binnen zou klappen, kom je 2 keer de oppervlakte uit van een ruit. Dus ik zoek de oppervlakte van de rechthoek, lengte maal breedte, ik weet het meeste nog wel. En die moet ik dan delen door 2, want ik kan er 2 ruiten uithalen. Die ruit heeft natuurlijk geen lengte en geen breedte. Wat hier de lengte is van deze rechthoek, dat komt overeen met wat van de ruit. Inderdaad. Het gaat de grote diagonaal worden. Die is inderdaad net even lang. Dus ik vervang mijn lengte door de grote diagonaal. En de breedte wordt de kleine diagonaal. Als je natuurlijk je formule nog weet en hij is correct, hoef je deze stappen niet meer te doen. Ik vervang de breedte door de kleine diagonaal. Die gedeeld door 2 moet ik laten staan en dan kan ik verder beginnen rekenen. Je zal hier moeten beginnen meten als je deze afstand meet. De grote diagonaal is 8 cm, de kleine diagonaal is 4 cm en dat zullen we moeten delen door 2. Ik kan er nog best haakjes tussen zetten. Wel, eigenlijk mag je dat ook zonder doen. Ik vind dat voor mezelf gemakkelijker. Goed, dus 4 maal 8 wordt 32, gedeeld door 2. Reken je er zelf even uit. Is 16 vierkante centimeter. Zo, dan zitten we aan de oppervlakte van de ruit. Nu wil ik graag een vierkant tekenen met dezelfde oppervlakte. Wat moet mijn volgende stap dan zijn? De formule voor de oppervlakte van het vierkant. Die weet je de meeste nog wel van buiten, is zijde maal zijde. Zijde maal zijde moet 16 vierkante centimeter worden. Dan kan ik natuurlijk maar 1 ding invullen. Als zijde maal zijde 16 moet zijn, dan gaat mijn zijde moeten gelijk zijn aan 4 centimeter. Dan moet ik de rechthoek de vierkant natuurlijk nog tekenen. Ah, dat heb ik nog niet gedaan, denk ik. Dan doe ik dat nu. Jullie kunnen dat ook doen. Ik kan hier natuurlijk
kiezen hoe breed en hoe hoog ik mijn vierkant maak. Ik neem gewoon een rechthoek en ik zeg dat die 4 cm hoog moet zijn en 4 cm breed. Ik schrijf bij dat het gaat over een zijde van 4 cm. Dan heb ik mijn werk gedaan. Ik heb een vierkant getekend met dezelfde oppervlakte als van de ruit. Maar ik heb het nog niet gecontroleerd. Als ik er naar kijk, zou het ongeveer hetzelfde kunnen zijn. Maar ik kan het hier ook echt controleren. Ik leg hem er terug op. Hier zie je dat heel mooi, dat deze stukje, als je die naar daar toe klapt, naar daar ook, naar daar ook, naar daar ook, kom je dezelfde oppervlakte uit. Jullie kunnen dan niet schuiven, dat was te snel. Jullie kunnen dan niet schuiven op jullie papier. Jullie kunnen dat wel echt uitknippen en dan ga je inderdaad dezelfde oppervlakte moeten uitkomen. Als je ze uitknipt en je moet ze op elkaar kunnen leggen, dan kan je controleren of je oppervlakte dezelfde is. Dat was oefening 3.